Ja, Cyprus Sox, jij bent een van de kandidaten voor de overwinning vandaag hier in Waanrode bij de Nieuwelingen. U17, of heb ik het verkeerd voor? Ja, in mijn goede vorm zou ik wel van voor kunnen eindigen. Maar ik ben over laatst gevallen en ik heb nu wat problemen met mijn rug. Dus ik hoop dat het daarmee goed gaat en dan kan ik wel van voor eindigen. Ik heb vernomen dat je toch een paar weken herstel nodig hebt. Vandaag kilometers maken dan toch? Wel lief. Ik niet. Vandaag kilometers maken, want je bent nog niet volledig hersteld, dacht ik, hè? Ja, vooral. En als het niet gaat, gewoon bijtrainen. Maar ik hoop dat mijn rug wel hersteld is momenteel. We zijn met het Maas-team hier toch zeer sterk vertegenwoordigd, ook het Brain-team van Tiene. Het gaat misschien tussen jullie twee blokken gebeuren, hè? Ja, dat kan wel. We gaan proberen goed als team samen te rijden en dan kan misschien wel iets gebeuren voor ons. Wat gebeurt er van de tactiek? Wat moet er gebeuren van tactiek? Groepsprint of wegraken? Ik denk toch proberen weg te raken, want we hebben niet echt een hele goede sprinter. Dus... Aanvallend rijden dus? Ja. Oké, wat gebeurt er in de toekomst voor jou? Nog andere wedstrijden op het programma? Volgende week het Vlaams en dan nog een paar gewone koersen. Oké, veel succes. Dank u wel.